donker, zeg. Mm-hmm. Ik zie niks. Nee. Waarom moesten we nou zo vroeg afspreken eigenlijk? Gaan we iets speciaals doen? Iets met kerst. Hebben we een kerstspecial? Ja, dat vind ik leuk. Nou, met lichtjes of zo. Het heeft wel enige kerstelementen in zich. Dat, ja? Ja, dat kan ik wel gezegd hebben. Ah, dat vind ik nou leuk. Zie je, zo ben je dan ook wel weer, hè? Ja, jij houdt toch zo van vogels? Ja. Hé. Ik heb een nieuw vogelboek. Vogels van de hele wereld. Kijk eens even aan, vriend. Nou. Hoezo? Het gaat erover dat er heel veel ganzen op het land van die boeren hier landen. Ja. Daar zijn de boeren dus weer de dupe van. Want nou, die beesten die vreten dat land helemaal kaal. En nu hebben ze daar een oplossing voor. Oh, wat dan? Ja, die moet trouwens voorzichtig zijn met ganzen, hè? Want ze zijn allemaal beschermd. En gaan ze het dan doen met netten vangen of zoiets? Ja, daarna gaan ze in de vliegtuig, gaan ze met z'n allen naar de Bahama's. Hè? Ze worden afgeschoten. Wat? Ganzen in Zuid-Holland zijn vogelvrij verklaard, van april tot oktober. Boeren blij, dierenbeschermers boos. Schade aan de akkers, zeggen de boeren. Dat valt nogal mee, zeggen de dierenbeschermers. De jacht gaat door. Zelfs in de winter mag het, bij uitzondering. Dierenbeschermers vinden dat, als het dan echt onvermijdelijk is, het wel wat diervriendelijker mag. Niet alle soorten mogen worden geschoten. Daarnaast is er ook nog een verschil tussen de zomer- en winterganzen. Maar hoe zie je als jager het verschil? Want de ene gans is de andere niet. Ja, kom maar verder, deur eens op. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik kom voor Henk. Ja, dat ben ik. Hallo. Melisand. Bas Muis. Ik had begrepen dat we vandaag ganzen gaan doodschieten. Die gaan we inderdaad doodschieten, alleen om een reden. Ik zal je laten zien wat die ganzen aanrichten, wat ze veroorzaken. En wat de gevolgen zijn voor ons, dat kan ik je ook vertellen. Dus wij willen er wel vanaf, dus we doen er wat aan. Nou, het is een mooi verhaal, maar ik ben wel vogelliefhebber. Dus ik denk dat we vandaag geen vrienden gaan worden, Henk. Nou ja, laten we maar gaan. Zullen we? Zo. Nou, we zijn op de plek, de zonneuils. Ja. Kijk eens. Dit is een wortel geweest. Dat is ook een winterwortel geweest. Die gaan gewoon helemaal de grond in en ik vreet hem gewoon helemaal kaal. Die gans gaat helemaal de grond in. Je hoort ze al. Ik hoor ze al. De vlieg al. Ja, je had je zo kunnen schieten. Doe ons werk al, enkel door er hier te zijn. Is er al wat geschoten hier? Ja, er zijn er wel een paar binnen. Er komen er weer een paar aan. Met binnen bedoel je dat er een paar geschoten. Kapot geknald zijn. Laten we maar eens eventjes kijken of we ze kunnen vinden, die ganzen. Dat is de man van de faunabescherming. Hallo. Ja, heel goed. In één Marjolein. Goed. Je bent van Stichting Fauna Bescherming. Ja. Wat doet die? Wat doet die stichting? Nou, wij proberen ervoor te zorgen dat mensen op een morele en wetenschappelijk verantwoorde manier, zo staat het in de statuten, omgaan met de beesten die in het wild leven in Nederland. En dat ze dus bijvoorbeeld niet op grond van valse argumenten of alleen maar voor de sport op dieren gaan jagen. Nou, dat is een nobel streven, lijkt mij, op zich. Nou is de vraag, gebeurt dat nu met die ganzen ook, ja of nee? Zeker. Dat is de vraag. Zullen wij gaan kijken? Zullen we op onderzoek uitgaan als er nog ganzen zijn? Als ze niet allemaal afgeknald zijn natuurlijk, nou, dat weten we niet. Dat redden ze niet, al zouden sommigen dat wel willen. Zoveel zijn er, kun je nagaan. Oké. Okay. Ik heb nog geen gans gezien. En jij? Nee, nou, net hier aan de rechterkant twee nijlganzen. Oké. Die horen hier niet natuurlijk. Dat bepalen die vogels zelf wel of ze hier horen of niet. Dat doen ze dus ook. Ze maken zelf uit waar ze komen zitten. Ze gaan op het land zitten van die boeren en ze vreten dat kaal, leeg. Ze vreten aan die wortels. Kijk eens om je heen. Het land is al kaal. Alles is geoogst. Maar er staat nu op dit moment eigenlijk helemaal niets op het land waar ganzen schade aan Maar waarom aan zeggen doen. Die boeren dat dan, volgens jou? Want hoe kan dat dan? Persoonlijk denk ik dat verreweg het belangrijkste probleem wat de boeren met ganzen hebben, dat tussen hun oren zit. Ze willen gewoon zelf uitmaken wie of wat er op hun land komt. Kijk daar, nog meer ganzen. En zij hebben die ganzen niet uitgenodigd. En dus zijn ze niet en dus moeten ze gewoon weg. Ik denk je doet niet best. Zo blijven ze eten.
Ik begrijp ook wel dat als je hele land wordt kaalgevreten, dat je wel iets moet gaan doen. Maar hoeveel schade heb je nou eigenlijk van dat vreten? Op jaarbasis heb ik in mijn boekhouding minimaal tussen de 3.000 en de 5.000 euro vergoed. Vergoed? Ieder jaar. Maar is dat ook je schade? Een werkelijke schade moet ik een factor 2 op loslaten. En dan reken ik niet mijn arbeid. Rondrijden, controleren, verjagen, verstoren, vlaggen zetten. De werkelijke schade, dan ga je naar de 10.000 euro als je alles gaat rekenen. Jij noemt het schaas, hè? Ja. Ja, schade. Schade. Ja, ja. Nee, ja. Oké, dat we het over hetzelfde hebben. Kijk, dan zie je die treurwilligen helemaal in de mist. Ja, het is prachtig. Wat vind jij van het provinciale beleid, wat betreft die zomergasten? Ja, dat is iets nieuws van de laatste tijd. Je hebt tegenwoordig ganzen die soms zomerganzen heten en soms winterganzen. Maar dat kunnen nota bene dezelfde ganzen zijn. Een koolgans die hier op 31 maart zit. Dat is een beschermde vogel, die moet goed beschermd worden, want die vliegt misschien straks helemaal naar Siberië. En daar hebben wij een grote verantwoordelijkheid voor. Maar mocht diezelfde koolganzen nou op 1 april ook nog zitten, dan noemt de provincie hem een exoot. En dan moet hij uitgeroeid worden. Kijk, daar zitten inderdaad een paar ganzen daar. Ja. Snelganzen. Ook weer de beesten waar ze zo'n hekel aan hebben. Het is nog even rustig. Het is volgens mij een grauwe gans. Pak hem eens op. Nou jongen, je had geen geluk. Ik zal hem zelf even... Kijk, je mag even omdraaien hoor. Nee, ik wil het wel zien. Kijk, pak hem tussen je benen neer. Nou is zijn nek gebroken, die voelt me even breken. De verbinding is weg. Dat zijn gewoon stuiptrekkingen. Hij leeft nu niet meer. Hij leeft nu niet meer. Hij heeft nu geen pijn. Nee. Zijn verbindingsgraad is, als jij je nek breekt, is het ook gebeurd. Ja. Dit is nou een echte overwinterende grauwe gans. Mm-hmm. Deze komt echt uit het noorden. Het probleem van deze is, die zijn in feite beschermd door een Europese status. We zouden zo weinig mogelijk moeten schieten. Maar ze worden hier op dit veld meegelokt door de overzomerende ganzen die nu de winterstatus hebben. Het is een ingewikkeld verhaal, hè, met die zomer en die winterganzen. Dus het is aan de overheid om de overzomende bestand terug te brengen, dat wij minder van die overwinteraars hoeven te schieten. Daar zagen we ze net, hè? Ja. Maar dat zijn dus nijlganzen. Ja, dat nou zijn ze weg. Dat zijn nijlganzen geweest. Ja. Wat vind jij ervan, dat beleid dat er nu 10.000 ganzen mogen overblijven? Dat zou dan de schade moeten beperken. Maar hoe groot is die schade in werkelijkheid? Nou ja. En wie heeft dat getaxeerd? Op dit moment is er helemaal geen schade. Hier ligt afval van kolen die al geoogst zijn. En die nijlganzen die eten die bladeren op die er nog liggen. Dus die boeren mogen blij zijn dat het opgeruimd wordt voor ze. Ja, die ruimen de rommel op. Maar ben je wel eens mee geweest trouwens met de jongens? Nou ja, mee. Ik heb het heel veel gezien. Ik ben opgegroeid aan de duinrand, waar onze grote vriend Prins Bernhard regelmatig kwam jagen. Ja. En met allerlei hoge heren. En daar heb ik gezien, heel goed gezien, wat er aan de hand was. Toen kreeg ik al een hekel aan jagers. Kijk eens, het ontstond. Van alles. Ja, nou inderdaad. Dat zijn waarschijnlijk rietganzen. Hoe zie jij nou het verschil tussen die ganzen? Hoe weet jij nou wat dat is? Ik heb een kijker bij me, dus als ik het niet zeker weet, kan ik kijken. Ja. Nou, die jagers mogen per se nooit op brandganzen schieten. En soms wel op koolganzen. Maar die jagers hebben geen kijker bij zich. Maar die hebben ook oren, die kunnen dat inmiddels toch ook horen? Weten ze toch wel? Jagers zijn geen natuurkenners. Jagers zijn mensen die graag op beesten willen schieten. We hebben nou zo'n gans doodgeschoten. Zijn er nou echt geen andere manieren om die gans te verjagen? Je hebt vuurwerk, je kan met ultrasonisch geluid of laser werken misschien. Ja hoor, vuurwerk mag enkel de laatste 2 dagen van het jaar. Ultrasonisch geluid wordt mee geëxperimenteerd en wordt ook op sommige plaatsen al gedaan. Er komen steeds meer moderne middelen. Alleen het geweer zal ten alle tijden om is er blijven. Wat doen jullie nou met die ganzen? Deze wordt netjes opgegeten, wordt geconsumeerd.
En de rest, als het te veel is? Als we echt ganzen te veel hebben, dan gaan ze de kliko in. Ganzen zorgden vorig jaar voor meer dan €160.000 aan schade aan gewassen op akkers. 6 keer meer dan 8 jaar geleden. En de boeren vrezen dat het alleen maar erger wordt. Want die ganzen zijn gek op de Nederlandse polders. En ze blijven ook het hele jaar. Daarom geeft de provincie nu ook jachtvergunningen af voor de winter. Geen prettige kerst voor de gans. Een laatste vraag aan jou. Wat ga je eten met kerstmis? Ja, ik snap het. Ik ben geen vegetariër. Nee? Nee. Nou, ik wel. Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Daar heb ik alle waardering voor, maar zover kan ik het nog niet opbrengen. Kom, we gaan. Is ze hoor, met de rode muts. Hallo. Ah, hij ziet er wel leuk uit hoor. Mooi hè? Ja, ziet er goed uit. Hoe was het? Ben je al een beetje gewend? Nou, ja. Ik snap wel waar ze het over hebben, maar ze zou eens een tijdje mee moeten lopen. Dan zien ze het ook. Dan zien ze het ook van dichtbij. Zo'n natuurliefhebber zou inderdaad wel eens een keer mee moeten lopen. En vooral op het land, want hij ziet gewoon dat het complete land gewoon helemaal kaal wordt gevreten. Ga jij rijden, want ik vind het veel te glad. Ja, wil je nog meer weten? Ja. Bijvoorbeeld hoe de jager uitlegt hoe je met kerst een lekkere gans kan eten. Dan moet je maar eventjes op de website kijken. Gaat er een recept op? Nou, hij gaat het zelf uitleggen in beeld. www.watnouzuidholland.nl. Okay.